Hoe begin je met minimalisme? Minimalisme, als we het heel kort daar eventjes over hebben. Ik denk dat we tegenwoordig misschien wel in de eeuw leven waar de welvaart zo hoog mogelijk is. En ook de vraag steeds meer komt dat we steeds meer aan zingeving willen doen. We willen iets betekenen in deze wereld. Hè. De basisvoorzieningen zijn vaak goed. Minimalisme kan daar een onderdeel van zijn. Ik zou zeggen, het zou een leefstijl moeten zijn. Hè. Het gaat niet alleen om ontspullen. Dat is ook wat ik met je ga delen. Ik ga 4 tips met je delen en die gaan niet echt over ontspullen, om eerlijk te zijn. Dus als je veel video's hierover bekijkt, minimalisme, gaat het heel erg over ontspullen, zo weinig mogelijk hebben, het zo clean mogelijk hebben. Ja, dit is een onderdeel zeker van minimalisme, maar ik wil hem breder trekken. Ik denk dat het veel belangrijker is om de tips die ik met je ga delen, dat die veel holistischer zijn en dat je daar dus veel meer impact mee kunt maken door er op een andere manier naar te kijken. Dus laten we gewoon in die 4 tips gaan duiken. Ja, dus de eerste tip die ik je wil meegeven, als jij wilt beginnen met minimalisme, met het minimaliseren, dus in het algemeen, dus we hebben het niet alleen over ontspullen, we hebben het over meer dingen. En dat betekent dat tip 1 is, weet wat belangrijk is voor jou. Pas dan kun je eigenlijk gaan minimaliseren. Want stel je voor dat alle dingen die jij nu hebt, die allemaal even belangrijk voor je zijn, ja, dan hoef je misschien niet eens meer te minimaliseren, maar hou jij dus wat je hebt. Dat kan dan meer zijn dan iemand anders heeft. Maar het gaat er niet om dat jij minder of meer hebt dan een ander. Het gaat erom dat jij de dingen die jij hebt toepast. Bezittingen. Maar ook hoe jij als persoon bent. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Want dan gaan we het over een stukje tijd hebben. Wat heel belangrijk is. Dus weet wat belangrijk voor je is. Ik verdeel dit vaak in 4 verschillende gebieden die ik de 4 G's noem. Hier heb ik meerdere video's ook over opgenomen. Dus check die dan ook even. Gezondheid. Geld. Geluk. En groei. 4 verschillende onderdelen waarop ik voor mezelf altijd kijk van oké, die 4 onderdelen zijn belangrijk, maar wat valt er binnen die verschillende onderdelen? En om me dan te focussen op een aantal van die onderdelen, dus daarin te gaan minimaliseren. Dus ik zou jou ook willen uitdagen, wat is belangrijk voor jou? Maak een lijst van wat belangrijk is voor jou en dan kun je gaan kijken van oké, wat doe ik eigenlijk nu en wat zou ik eigenlijk moeten doen? Tip 2, en dit heeft allemaal weer met elkaar te maken, het is eigenlijk een stappenplan. Ik zou bijna kunnen zeggen, het is stap 2. Laten we dat gewoon doen. Stap 2 is, tijd is king. Nou, wat bedoel ik hiermee? Er zit een verschil tussen prioriteit en tijd. En deze twee kunnen met elkaar in frictie zijn. Jij kunt prioriteit hebben, maar jij kunt zoveel dingen willen doen in je leven dat je daar misschien niet alle tijd voor hebt om dat te doen. En daarom moet je dus prioriteiten stellen op wat je aan het doen bent. En dat is waar tijd is king naar voren komt. Wat mij betreft is tijd eigenlijk alles. En dus hoe jij je tijd besteedt is hoe jij met je prioriteiten omgaat. Stap 1 was dat eigenlijk. Hè? Daarin bepaal je prioriteiten. Stap 2 is oké, hoe ga ik die prioriteiten, hoe ga ik daar invulling aan geven in mijn tijd? In de tijd die ik heb op deze wereld. Het klinkt heel groot, misschien zelfs een beetje zweverig, maar het is wel waar, hè? Dus kijk daarna voor jezelf. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die tijd goed ga indelen? En dit heeft heel veel met minimalisme te maken. Want als jij 100 taken hebt die jij aan het doen bent, en daarvan zijn er eigenlijk maar 20 belangrijk. Wat kun je dan doen om die 80 dus niet meer te doen in jouw tijd? Misschien doe je nu al bepaalde dingen die je eigenlijk niet wil doen. Stel je voor, ik heb de mobiel zo niet bij de hand, anders zou ik hem even showen. Maar bijvoorbeeld je mobieltje. Ja, misschien wil je daar graag een uur per dag mee bezig zijn, maar doe je dat nu 3 uur per dag? Dat zijn 2 uur die je ervan af kunt halen, die je dus kunt minimaliseren, om iets anders te kunnen gaan doen. En natuurlijk werkt het met ontspullen ook zo. Hè? Dus hoe minder spullen je hebt, maar wel de spullen die je echt gebruikt, die pas je ook toe. Ja, des te minder tijd heb je nodig om na te denken over andere dingen. Des te minder afleidingen dat je hebt en dus meer focus die je hebt. En daarmee kun je dus je tijd ook weer zo waardevol mogelijk niet alleen indelen, maar daar ook daadwerkelijk actie op ondernemen. Stap 3. Die ik met je wil doornemen is vervolgens, als je deze 2 eerste stappen begrijpt, dan komen we pas bij oké, begin met minimalisme. En dat is stap 3. Dan pas kun je eigenlijk beginnen, oké, ik weet nu wat mijn prioriteiten zijn. Ik weet nu hoe belangrijk tijd daarin is. En als ik die 2 ga combineren, dan kun je dus gaan kijken, oké, waar moet ik eigenlijk mee gaan beginnen?
En dan bestaat minimalisme dus uit al die verschillende onderdelen. Dus als je kijkt naar je gezondheid, dan wil je kijken wat zijn de dingen die voor jou een hele grote impact maken op jouw gezondheid. Als je bijvoorbeeld naar sporten kijkt, de ene persoon heeft misschien veel meer hersteltijd nodig. Dus dit is belangrijk om voor jezelf te weten en heeft eigenlijk ook met minimalisme te maken. Je zou er niet in eerste instantie aan denken, maar die persoon heeft dus meer tijd nodig. Dus dat betekent dat die persoon misschien minder moet trainen. Iemand anders moet misschien meer trainen. En op wat voor gebied train je dan? Iemand is misschien heel erg goed in krachttraining. Stel je een bodybuilder. Een bodybuilder heeft er misschien wel belang bij om ook veel meer te gaan trainen op bijvoorbeeld souplesse. Dus bijvoorbeeld yoga. Of op uithoudingsvermogen, dus meer hardlopen. Een hardloper heeft juist misschien ook weer belang om wat meer krachttraining te doen of wat meer yoga. Dus er kunnen verschillende onderdelen zijn, maar jij moet voor jezelf bepalen wat is belangrijk voor jou. En misschien wil je gewoon die bodybuilder zijn en maakt het helemaal niks uit. Je uithoudingsvermogen maakt niks uit, je yoga maakt niks uit. Ik zou het niet aanraden, maar als dat zo is, dan is dus dat bodybuilder belangrijk en focus je je dus daarop. Dus dit betekent dat je minimaliseert. Dit betekent dat je niet zoveel gaat hardlopen, daar dus niet de tijd in stopt. Niet zoveel tijd stopt in de yoga, maar dus veel meer in die krachttraining. En nogmaals, dit is gewoon één voorbeeld. En zo kan ik natuurlijk duizenden voorbeelden opnoemen. Dit is waar jij moet bepalen, dit is belangrijk voor mij en hier ga ik mijn tijd aan besteden. En je kunt die tijd niet overal aan besteden. Jij kunt bijvoorbeeld 10 hobby's hebben. En als jij daar oké mee bent, kun je die 10 hobby's gaan verdelen in bijvoorbeeld overal, laten we zeggen, 10 minuten instoppen. Of je kunt in één hobby zeggen, oké, ik stop hier 1 of 2 uur in. En wat geeft jou dan de meeste voldoening? De meeste mensen kiezen om alles een heel klein beetje te doen. Dan zijn er een paar die ervoor kiezen om heel erg gefocust te zijn op dat ene. En daar zit vaak je flow, daar zit je echte groei. Maar dan moet je dus wel kiezen. En dat is een belangrijk onderdeel binnen minimaliseren natuurlijk. Dus dat is stap 3. Dus dan pas kun je beginnen met minimaliseren. Stap 4, de laatste stap, is blijf minimaliseren, maar doe dit in kleine stapjes. Dit is heel belangrijk. Je kunt niet in één keer, als je nu bijvoorbeeld je volledig wil focussen op het bodybuilden en je hebt dat nog nooit gedaan of je bent net aan het begin, ja, dan is het niet verstandig om elke dag 2 uur jezelf helemaal te gaan afbeulen. Nou, nu ben ik natuurlijk aan het overdrijven, maar je begrijpt mijn punt. Dus je wilt heel langzaamaan wil je daar naartoe gaan werken om dan uiteindelijk die bodybuilder te worden. En zo werkt het met elk ander inzicht of onderdeel. Als jij bijvoorbeeld een ondernemer wilt worden of je wilt meer vrijheid creëren in je bedrijf. Laat ik zo zeggen, als je meer vrijheid wilt en je bent in loondienst, dan wil je misschien die ommezwaai maken naar je eigen bedrijf. Ja, dat kun je in één keer radicaal doen, maar je kunt er ook in kleine stapjes naartoe werken. De avonduren, de weekenden gebruiken om alvast een start te maken met je eigen bedrijf. Totdat het een bepaald niveau heeft bereikt waarop je kunt zeggen, nou, ik ga een dag minder werken, 2 dagen minder werken of je stopt er wel mee. Maar ja, weet je, de meeste dingen gaan in kleine stappen en je hebt er veel tijd voor nodig. En geniet ook van die tijd, geniet van dat proces om uiteindelijk daar te gaan komen waar jij wilt komen. Om dan toch even terug te komen op het ontspullen, want sommige mensen van jullie hebben misschien daar wel juist daarvoor ook even geklikt op dit onderdeel. Minimalisme gaat vaak toch samen met het ontspullen. Ook hiervoor geldt die kleine stapjes. Dus als je wilt ontspullen, je hebt nu een heleboel spullen, werk in kleine stapjes daar naartoe. Dus begin bijvoorbeeld met je badkamer. Om daar dingen uit te gaan verwijderen als je dat wilt. Ga dan door met je slaapkamer. Maak het nog kleiner voor jezelf en nog specifieker als je dit nu niet doet. Dus je kunt die badkamer weer gaan opsplitsen in 1 kastje van je badkamer. En daarmee beginnen. En zo dus toewerken naar uiteindelijk het volledige proces van ontspullen. Ook dit is dus eigenlijk hetzelfde voorbeeld als met die bodybuilder. Het zijn gewoon 2 voorbeelden. Ja, dus zo zijn er heel veel verschillende voorbeelden. Dat is ook waarom stap 1 stap 1 is. Begin dus met weten wat belangrijk voor jou is. Goed, en dan komen we eigenlijk terug bij het beginpunt wat ik al zei. Minimalisme is dus een leefstijl. Het is iets wat je continu blijft doen. Het is niet iets wat je 1 keer uitvoert. Daarna moet je het ook onderhouden. En ermee bezig blijven. En je kunt eigenlijk die stappen iedere keer weer, misschien zelfs 1 keer per jaar kun je die stappenlijst doorwerken, het liefst misschien nog wat vaker. En op die manier blijf je zelf on tune met hoe je het zelf het beste wilt inrichten. Dus ik hoop dat deze 4 stappen jou kunnen helpen om te beginnen met minimalisme
en om er natuurlijk mee door te blijven gaan. Ik ben heel benieuwd, wat zijn jouw ervaringen met minimalisme? Heb jij andere tips, nog een extra stap die jij graag zou willen toevoegen? Heb jij hier ervaring mee? Laat hem hieronder even weten. Vond je deze video leuk? Geef even een duimpje, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken dan we op dit moment al doen. Ik zou dat heel erg waarderen in ieder geval. En wil je meer tips over persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan hoop ik jou natuurlijk de volgende keer weer te zien en te spreken. Denk groot, start klein.